Regular people, regular people. Ik ga voor het eerst vloggen vanaf de piste. Want aanstaande zaterdagochtend vertrek ik naar Oostenrijk voor een weekje skiën. En nou moet ik even iets uitleggen, want ik heb net nieuwe skis gekocht. Want ik ski al vanaf mijn 15e op skis van 90 centimeter. Dat heet snowblades, dat zijn kleine skis. Vind ik vet, kun je een beetje mijn stunten blauwen, je kent het wel. Dus, maar goed, ik was 15 en dat is toch al zeker 8 jaar geleden. Dus ik dacht, het is al tijd voor een nieuw paar skis. Dus die heb ik net gekocht. Super vet, zijn 1,20 meter. Dat is nog steeds heel klein, maar voor mij heel groot. Kijk, dit zijn ze. Super awesome. Salomons, altijd Salomon. Schoenen zijn ook Salomon. Dus vanaf zaterdag hoop ik, of zondag, hoop ik vanaf de piste te vloggen. Lijkt me heel vet. En dan moet ik dat maandag ook nog editen op mijn vakantieadresje. Maar goed, dat ga ik dan toch wel doen. Want ja, games is liefde. En dat is vet. Ik ben super blij mee. Vet, hè? Vette stuntskietjes. Awesome. Daniel, wat zie je er vandaag weer fucking episch uit? Wat is er aan de hand? Leg het even uit. Zet de scene. Wat zijn we aan het doen? Dit is de vlog. Je doet veel te stoer voor de vlog. I know. Nee, dit is Hipster Hitman 2. Ja, ja, we zijn er mee bezig, man. Dus, en dat is Marcel. Hey, Marcel. En Marcel is awesome, want die is van Brooklyn Barber hier in Brooklyn. Breukelen. Ja, Breukelen. Dus dan weer iets minder sexy, maar Breukelen is ook cool. En daar mochten we gewoon gaan opnemen voor de beginscène. Dus binnenkort, check. Super vet. Hipster Hitman. Hele mooie beelden. Het is echt. Martje, ja, je bent ook echt gedaan ook, zie je dat? Heel content met jezelf, ja, merk ik. Ik zit echt in mijn rol. Ja, heel goed. Het is super in character. In character. Ja. Nee, en daar was dus ook het longboard voor, waar jullie van de week foto's van hebben gezien. Ja, en beelden. Zeg maar, als je jou vooruit duwt zomaar, dan met welk been stap je zeg maar om jezelf te corrigeren? Dat maakt met voetballen, met welke voet trap je? What we're seeing here are the hipsters in their natural habitat. They're talking about their longboard and how to be hipster on it. I'm going to touch it now. It's very dangerous. It's a hipster in wild habitat. Regular people, regular people. I need my quinoa. Ik heb een chiazaad. A chiazaad? Oh nee, sperma. Ja. Oh, verpest ik de hele vlog weer. Ga weg met dat smerige ding. Wacht, weg. Maar dit is ook echt de perfecte. Kijk, Akeo is weer terug. Je moet een keer in een skatepark gaan rijden, man. Dat is zo relaxed. Het Kralingse Bos is ook allemaal van het halfharde asfalt, deze wel. Ja. That is the so-called hipster jump. Ik heb vandaag een van die bijzondere dagen dat ik best wel chagrijnig ben. Ik ben normaal best wel vrolijk, toch? Bijzondere dagen. tuurlijk. Je moet hem zien als er geen camera op een kruis staat. Dat is echt. Help. Bij deze help. Alsjeblieft. Giro 554. Help Gamers Net. Aan een nieuwe lijfstrafvrije. Lijfstrafvrij. Oh, jij bent al blij dat je lijfstraf hebt. Hé, maar dus ik was een beetje chagrijnig vanwege Hipster Hitman 2. Een hele edit. Het item is heel leuk geworden. Ik kom volgende week online. Als ik op Wintersport ben, dan komt het online. En waarom ik ook een beetje chagrijnig was, omdat natuurlijk de laatste week is voordat ik ga skiën. En dan heb je het altijd 100 keer zo druk. Maar ik heb deze week wel heel veel hulp van Daniel. Dat is heel lief van je, Daan. Ja, ik verveel me anders thuis, hè. Ja, heeft hij ook een verzetje. Ja. Maar waar zijn we naartoe onderweg? Zwolle. Opgezwollen. Waarom? Goede plan. Nee, we gaan naar de prijswinnaar van Bottleneck inderdaad. Ja. De kersteditie. Die heeft echt een hele vet shit gewonnen. Ja, dus, mogen we zeggen wat hij heeft gewonnen? Een moederbord. Toetsenbord en een muis. Super vet. Ja. We moeten hem zelf nog erin gaan schroeven, maar Peter dat hij het kan.
Dus, ja, ik ben een schroevendraaier vergeten, dus ik hoop dat hij dat heeft, maar zal wel. Ja, in Zwolle hebben ze alles. Lof van Zwolle. Heerlijk in de provincie. Hoe doen ze dat in Zwolle? Hij komt uit Beers, hè? Ik vond het zo goedkoop, mensen in de provincie. Ik kan het echt niet leiden. Ik koop het gewoon op Bouderhuizen. Vloed me meer thuis. Kijk, wij komen gewoon naar Rotterdam. Hartstikke zo met een zachte zee. Lekker alpjeetje. Super erg. Oh, hoi, leuk dat je kijkt bij de vlog. Dat waren net bij de McDonald's trouwens. Ja. En we zijn nu bij Jasper. Yo, Jasper. Hey. En Jasper is bezoeker bij ons en die heeft de bottleneck gewonnen. Dus we hebben hier opgenomen. Maar ik wilde even, omdat het zo mooi eruit zag, het eindresultaat laten zien. Check namelijk dit. Hij heeft namelijk onder andere de Claymore gewonnen. Die we hebben behandeld bij Gamers at Gear afgelopen dinsdag. Dus ik denk dat Jasper, nou, dat weet ik wel zeker, best wel een blij man is. Toch? Wel een blij man. Ja, sowieso. Ja, hij gaat straks eerst, een uur, denk ik, gewoon genieten zonder iets op beeld. Gewoon alleen maar kijken naar de lampjes. Helemaal zen. Helemaal zen. Helemaal zen. Ja, nice. Ga je genieten, ja. Een biertje erbij, gewoon kleurtjes kijken. Ja. De hele regenboog komt voorbij. Ja, ja, mooi. Nou, veel plezier ermee. Thanks. En dan gaan wij een lange reis terugmaken naar... Eerst naar Utrecht en dan... Rotterdam. Voorlopig nog niet thuis. Nou, die jongens zijn lekker aan het afwassen. Ga gewoon op vakantie of zo. Ik ga op vakantie. En als je op vakantie bent en je hebt een beetje centen. Kijk, dan heb je op een gegeven moment helemaal geen zin meer om af te wassen. Dan koop je gewoon elke keer iets nieuws. En ik heb 3 nieuwe vesten voor op vakantie. Hoe vet is dat? Ik heb een nieuwe N7 vest besteld. Van Mass Effect natuurlijk, die komt eraan. Waarom zit die prullenbak zo vol? De bak is nu leeg. Je kunt nu naar beneden. Ja, je kan nu naar beneden. Ja. Ja, dat kan. Dan heb ik nog een tweede Mass Effect vest. Dit is het vest van Kaden Lenko in de game. Hoe vet is deze? En ik heb nog een derde vest met EST 1913 erop. Comment even waarvan dit is. Want dit is een beetje een soort geheimachtig dingetje. Dus dat. Vet, ik ben klaar voor vakantie. Jullie gaan me een week lang niet zien. Oh, dat is niet waar, want ik ga filmen te pisten. Maar goed, Daniel is in ieder geval blij dat ik wegga. Na lange overleg met de Gamersnet-redactie hebben we besloten om een week lang correspondenten moeten sturen naar Oostenrijk. Om een lang onderzoek te doen naar de Oostenrijkse game-industrie, waar we de komende jaren toch veel van verwachten. Dus ik ben gekozen om dat te doen door de directie. En we gaan vandaag toch maar even een beetje skiën. Je moet ook een beetje van de nood een deugd maken. We gaan deze week op zoek naar de Oostenrijkse game-industrie.